voor de afschaffing van de slavernij in 1863 hebben de kerken in Suriname zich ook bezig gehouden met het vrijkopen van tot slaafgemaakten. De EBG-kerk begon daar vanaf 1834 mee. De katholieken begonnen zelfs met een liefdesfonds om tot slaafgemaakten vrij te kopen. Dit zei professor Franklin Yabini gisteravond tijdens een lezing met als thema Christelijke kerken en slavernij. Het vrijkopen van tot slaafgemaakten was geregeld in een wet. Echter was het beeld dat bestond over deze mensen niet helemaal anders dan voorheen. Sommige blanken benadrukten voor de wet van 1828 het feit dat slaven mensen waren, evenals de blanken. Dus dat was sommigen die zeggen dat ze mensen waren, net zoals de blanken. De negers, citeer ik weer hier iemand, de negers werden door sommigen beschreven als beesten die onbeschoft, woest, wild en dom waren. En één persoon zegt dat ze vanwege hun beperkte denkvermogen gelijk zijn aan de dieren. Weer een citaat van Zeefuik dus. De slaven werden beschouwd als roerende goederen, gebruiksvoorwerp die in het openbaar werden verkocht. Een citaat van Walbers. Sommige blanke meesters beschouwden negers als tussenwezens die geschapen waren om de blanke voordelen te verschaffen. In een wet van 1828 werd er eindelijk vastgesteld dat tot slaafgemaakten personen waren. Yabini benadrukte dat het reglement van 1828 definitief het onrechtvaardige beginsel afschafte dat tot slaafgemaakten in rechten alleen als zaken en niet als personen beschouwd konden worden. In de wet stond ook dat de overheid moest waken over de wijze waarop het slaafgemaakten werden behandeld. U ziet het dus, voordien, tot 1828 pas werd bij wet vastgesteld dat de mensen van Afrikaanse afkomst, dat ze personen waren. En dat is een uitdaging voor de christelijke kerk geweest. Als u bedenkt dat Suriname, dat de bedoeling was een christelijke kolonie te vestigen hier. En dat men wilde leven en handelen volgens principes van het christendom, volgens de Bijbel. En dat je dan in zo'n context krijgt dat mensen op een dergelijke manier werd behandeld. Yabini zegt dat bij de voorbereiding van zijn inleiding het zwijgen van de kerk hem is opgevallen. Ze zijn er geweest, ze zagen wat er gebeurde, maar de kerk was stil. Er waren slechts enkelen die opkwamen, maar die werden dan het land uitgezet, benadrukt Yabini. De lezing werd georganiseerd in het kader van 160 jaar afschaffing van de slavernij door het Surinaams Bijbelgenootschap.